Dag dames en heren, we kunnen terugkijken op een grotendeels grijze dag met hoge kwikstanden voor de tijd van het jaar. In het Rijnmondgebied liep de temperatuur vandaag op naar omstreeks 10 graden. Nou, vanavond en vannacht komt er in dit grijze weerbeeld maar weinig verandering. Ook dan dus veel bewolking, sporadisch een opklaring, het blijft overal droog. Het wordt kouder dan de afgelopen nacht, maar daar is weinig voor nodig. Want de afgelopen nacht was het zelfs 9 graden na 12 uur. Na 12 uur de komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 5 à 6 graden en er staat maar weinig wind. En dan zaterdag krijgen we vanuit het westen te maken met een storing. Dat betekent af en toe wat regen. Daarachter volgen opklaringen en valt te laat een bui mogelijk met hagel. Temperaturen zo'n 8 à 9 graden. En wat opvalt is dat de wind behoorlijk gaat toenemen. Boven land tot vrij krachtig, windkracht 5. Langs de kust even tot hard. Windkracht 7 en de wind draait erbij naar het noordwesten. Nou, zaterdag zien we soms de zon tevoorschijn komen. Dat toont het toch allemaal weer een beetje vriendelijker. Kans op een bui, ook bij een temperatuur van een graad of 9. Zondag is een droge dag, maar wel aan de sombere kant. Ook dan is het 9 graden. Ja, en maandag eigenlijk weinig verandering. Dinsdag gaat de temperatuur wat naar beneden, naar een graad of 5. Maar ook dan overheerst de bewolking en blijft het vrijwel overal droog. Nou, maakt u ook de komende tijd mooie weerfoto's, dan kunt u ze insturen. Zoals deze foto hier achter mij van Ben uit Zwijndrecht. Vanochtend echt ja, nevelige sfeer was het, supergrijs. U kunt de foto's insturen naar weerfoto@rijnmond.nl. Vrijdag ben ik een dagje vrij. Ik wens u nu alvast een fijn weekend toe en heel graag tot maandag.